Ladies and gentlemen. Fuck. Het is een zeer moeilijke periode voor mij. Ik kijk op Twitter en ik zie maar één ding. Het is mijn kontfoto. Het is zo ver gekomen dat mijn kont echt een meme is geworden. It's a meme. Bedankt voor alle likes op de vorige video's. Het doet super goed om te zien dat jullie lekker veel likejes smashen. Ik weet niet waar mijn baksteen is. Aha. Like de video. What the fuck. Oh, er liggen hier allemaal koekjes. Al deze koekjes zijn fucking zacht. Maar dus. Omdat ik de vorige keer zoveel likes en goede comments heb gehaald op mijn verhaaltje over Qpeng en over waar mijn geld is. En waarom ik skere zonnebrillen draag. Ik draag deze zonnebrillen zodat jullie de skeerheid niet kunnen zien in mijn ogen. Maar dus omdat ik de vorige keer super veel likes heb gehaald op mijn verhaaltje, ga ik deze keer gewoon opnieuw een verhaal vertellen. En ik ga jullie veel details geven. En jullie gaan het heel leuk vinden. En alsof dat nog niet genoeg is. Vanavond ga ik livestreamen op Twitch. Dus als jullie naar deze video aan het kijken zijn, misschien beter eens kijken naar mijn Twitter. Of naar mijn Twitch. En kijken of ik live ben, want die kans is wel aardig groot. Ja, zeker niet. Dus laten we beginnen. Dames en heren, smash zeker een like als je het nog niet hebt gedaan. En ik ben Ace en ik zal zeggen, let's fucking go! Als ik mijn leven nu moet vergelijken met hoe het was een paar jaar geleden, wow. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Er is zo fucking veel veranderd in ons leven. Zijn van veel geld naar geen geld gegaan. Zijn van macht naar onmacht gegaan. Zijn van Lely Kelly schoenen naar Air Max gegaan. Sommige veranderingen zijn niet eens goed. En ik ben van fulltime hardcore gamer naar een skere YouTuber gegaan. Dat is toch wel een aardige verandering. Al mijn gamervrienden verloren en nu heb ik geen vrienden op YouTube. Waar ik op wil neerkomen. Als wij even 4 jaar teruggaan in de tijd, dan gaan we terug naar de tijd waarop ik een laptop had. Die laptop ligt nu ergens beneden, kapot in mijn garage. En, oh my god, daar gaat hij, boys. Oh my god. Nee. Holy shit, boys. We hebben een nieuwe laptop. Amazing. Wauw. En dat was mijn setup. Mijn setup stond daar helemaal in deze hoek. En dan zat ik daar gewoon eens hier te gamen. Nu ligt er hier gewoon een fapsok. En nog allemaal andere shit. Yo. Prat. dat moet Loki. Dat moet low-key blijven, man. Het enige wat ik vroeger deed was skypen. Skypen met een hele groep vrienden en dan deden we er allemaal shit. Dan staken we allemaal onze facecam aan. Dat was een hele leuke tijd. En dan gamden we dus op Qpeng. Het spel van mijn jeugd. Als je de vorige video nog niet hebt gezien, klik dan even hier. Daarin vertel ik in grote lijnen wat Qpeng is. En als je dan niet kijkt, dan weet je eigenlijk ook niet waarover ik het nu ga hebben, maar oké. Het is donker. We pompten allemaal al ons zakgeld in Qpeng. En we kochten er allemaal guns. En we kochten allemaal trompetten. En we kochten allemaal gekke shit. Want het spel was wel pay to win. En ja, gewoon constant spelen en skypen en skypen en spelen en geld inpompen en achter paysafe cards gaan en wally cards kopen en meer geld in het spel pompen. Tot op het punt dat we uiteindelijk echt al redelijk goed waren in het spel en dan echt in de top 20 of zo zaten van heel die game. Het enige wat we deden was constant skypen elke dag en spelen en skypen. En je kan wel weten daar dan is ruzie ontstaat. Het probleem van deze ruzie was dat heel ons groepje van 8 mensen was het 7 tegen 1. En ik sta natuurlijk bij die 7, net als alle andere vrienden. En er was gewoon zo één guy waar sommige mensen het volledig niet mee konden vinden. Hij was wel chill, maar op sommige momenten had hij een mening en dat was dan niet chill. Ik hoop dat hij niet naar deze video aan het kijken is. Ik ga niet beledigen, maar ik hoop dat hij niet naar deze video aan het kijken is, want het is wel een kut moment. Op het moment dat ik gewoon, ja, het is fucked. De naam van zijn account was een gewoon account. En de grap die wij constant maakten was super lame, was echt niet grappig, maar wij zeiden dus constant een gewoon account voor een gewone jongen. En je kan nu denken in het begin, what the fuck, dat slaat toch nergens op. Wij waren 13 of 12, dus wij zeiden dat gewoon constant. Dag in, dag uit, elke dag een gewoon account voor een gewone jongen. Elke keer als hij een mening had, of elke keer als hij iets zei, dan zeiden wij gewoon gewoon account voor een gewone jongen. En op een bepaald op een moment zijn we dus met iedereen Qpeng aan het spelen. En we zijn gewoon aan het spelen in zo'n map die Poppenhuis noemde. En dat was echt gewoon een heel groot poppenhuis. Waar iedereen dan met trompetten en zo in rondliep. En dan iedereen gewoon afknallen. En ik en een vriend waren aan het skypen met die guy. En de andere vrienden waren in een andere call of zo even iets anders aan het doen. Maar ook Qpeng aan het spelen. En wij zijn dus met die guy aan het skypen. En we zijn hem alle twee een beetje aan het pushen. En constant gewoon domme dingen zeggen. Dat hij sukt in Qpeng. En gewoon koud voor gewone jongen. Een beetje lachen omdat hij ook altijd de guy was die de minste cash op Qpeng had. En hij had er altijd skere guns. En hij had zo de gratis guns en dat was altijd grappig. Tot op een moment dat hij echt keihard begon te flippen. Nou, we aan het spawn trappen waren. Dus gewoon elke keer als hij tot leven kwam, knalden we hem gewoon weer dood. Echt constant. Ik kon niks doen, maar hij bleef wel verder spelen omdat hij een fucking strijder was. Hij ging er wel kapot van en elke keer als hij zei dat we moesten stoppen, ja. Denk wel dat ik aan raad wou dat zeiden. Een gewone account voor een gewone jongen. Die guy heeft
de mega flip van zijn leven gekregen. Tot op het moment dat zijn mama gewoon bij hem in die kamer kwam. En hij was dus nog altijd met ons aan het skypen. En wij horen gewoon in de Skype call dat zijn mama binnenkomt. En wij horen dat hij fucking zichzelf mute op Skype. Dus je hoort zo ineens dat er fucking veel ruis is. En opeens drukt hij op mute. En die guy leaft de game. Dus hij leaft gewoon het potje. We zaten in een Skype call met hem. We wisten dat zijn mama er was. We wisten dat hij gemute was. Dus we konden niks doen. Die guy had wel de game geleefd. Hij was weggegaan. Hij zat niet meer in het potje. Dus we hadden de all chat. We hadden de chat in de game. Waar wij dus met elkaar konden communiceren. Zonder dat we op Skype moesten praten. Dus wij beginnen daar helemaal formules en zo door te zetten naar elkaar. Wat de fuck is er aan het gebeuren? Tot op het moment dat mijn vriend er gewoon mee komt. Om te doen alsof dat we hem niet meer horen. Dus het plan was, als hij terug begon te spreken, moesten wij gewoon doen alsof hij niet terug was en gewoon blijven doorspreken. Mijn naam op dat moment was Miss Rizzy Po. En de andere guy was Miss Rizzy Vince of zo. En ik weet niet meer wat het was. Maar wij beginnen gewoon te praten tegen elkaar. Wij beginnen gewoon over een volledig ander onderwerp te praten tegen elkaar. Terwijl we nog altijd Q-Pang aan het spelen zijn. En ineens midden in ons gesprek horen wij die microfoon weer aangaan. En horen we die mama gewoon dingen zeggen. Bro, Nathan, ben je hier? De typische mama flip op Skype. Want dus wij deden alsof we niet hoorden. Dus we bleven gewoon door hem praten. Bleven gewoon strijden. En die mama bleef vragen of ze ons hoorde en zo. Maar wij bleven gewoon de conversatie met twee voeren. Terwijl we nog altijd chat hadden met elkaar in de all chat. Over hoe fucked up dat die situatie was. Tot op een moment dat die mama helemaal los gaat. Ze horen ons niet. Tot op een moment dat ik mijn lach niet meer kon inhouden. Dat ik gewoon midden in de zin echt gewoon stop met praten met Vince. En dat ik gewoon echt heel luid. En fucked up, opvallend begint te lachen. En ik was aan het lachen en op een bepaald moment begint die mama te spreken. En ik stop met lachen en ik luister en dan had ze door. Oh shit. So these boys do understand me. En dat waren we gefokt. Een gewoon account voor een gewone jongen. Ons helemaal genaaid. Dat ons helemaal beet. We waren volledig de lul. We hadden het volledig zitten. We wisten niet meer wat we moesten doen. Het enige wat we op dat moment nog hadden was de all chat. Chat en Q-Pang waar je kon praten met elkaar. En zo zijn wij zwaar genaaid door een guy te pesten. Op een game. En er staan mensen voor mijn deur. Hallo. Don't you dare to bell aan of ik sloop je. Maar dus, wat heb ik hieruit geleerd? We deden altijd stoer op Skype. En uiteindelijk hebben we daar echt de gevolgen van gedragen. Want die mama heeft dan een flip gekregen op onze ouders. En onze ouders vonden dat ook niet kunnen. Dus dan zijn we ook gewoon helemaal genaaid. En toen is ons zakgeld drastisch verlaagd. En minder monies op Q-Pang. Nou, dat was een van de hardste flips dat ik ooit heb gekregen van een mama, van een vriend van mij. Ja. En dat allemaal door een gewoon account voor een gewone jongen. En die heeft daar hele flips voor gekregen. Nu zie ik hem soms nog eens. En dan zeg ik nog altijd een gewone account voor een gewone jongen. En als zijn mama erbij is, dan ga ik dat niet zeggen. Maar oké. Okay, die guys die voor mijn deur staan, zijn nu echt wel fucking veel geluid aan het maken. En als het me irriteert, ga ik gewoon met dingen naar buiten beginnen gooien. Geef hem nog één kans. Ik ga even wachten. Hebben ze een fles voor de deur gezet? Yo, where are these boys? Als ze citroen-genever voor mijn deur hebben gezet, dan ga ik dat helemaal opsippen. We gaan even naar buiten. We verlaten even het zweethol. Oké, nu ben ik wel benieuwd waar voor mijn deur staat. De bom is, dan ben ik volledig genaaid. Oké, dat is indeed vanille-genever. Thanks voor de vanille-genever. Thank you, boys. Ik weet niet waar jullie zijn, maar... Thanks! Vanille Genever. Ik heb weer even die jongens waren, maar thanks voor de vanille Genever. Ook al ben ik niet zo fan van vanille Genever, dan vind ik citroen Genever veel beter. Ik hoop dat ze hier niet hebben geplast ofzo. Proost! Op een gelukkig nieuwjaar! Maar onthoud goed, als je te veel Genever drinkt, is de dag erna echt fucked up. Dus zeker een duimpje omhoog als jij het verhaal wil horen van hoe ik ooit de fles appel Genever in een half uur heb opgedronken en de dag erna niet meer op mijn benen kon staan. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar deze video. Vond jij het leuk? Bij zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ezek. Ik zou zeggen, ik ga nog een beetje vanille Genever gaan drinken. Joehoe! Verlopen, beginnen heel deze game. Wow, fucking hell. Ik heb een... Ah, what the fuck?